De Nederlandse bank verstevigt haar samenwerking met de Centrale Bank van Suriname. Daartoe heeft zij Kees Oelersma vrijgesteld van zijn werk als secretaris. Oelersma richt zich op het ondersteunen van de inspanningen van governor Maurice Roemer om het bestuur van de Centrale Bank van Suriname krachtiger te maken. Daarnaast coördineert hij de technische samenwerking tussen de Nederlandse Bank en de Centrale Bank van Suriname op andere terreinen. De communicatiedienst Suriname had in dit kader een gesprek met de heer Oelersma. Luistert u mee. Mijn naam is Kees Oelersma. Ik ben vrijgesteld als secretaris van de Nederlandse Bank om te helpen bij de Centrale Bank van Suriname om de samenwerking met de Nederlandse Bank meer gestalte te geven. Ik zelf richt me vooral op het versterken van de governance van de Centrale Bank. Dat is het bestuur. Ik help de governor daarbij. Tegelijkertijd is het zo dat ik coördineer de samenwerking tussen DNB en de Centrale Bank van Suriname om te zorgen dat ook andere mensen op verschillende terreinen de bank hier zullen helpen. Dan gaat het om toezicht, dan gaat het om wisselkoers en monetair beleid en dan gaat het bijvoorbeeld ook om risk management. Het doel is om de centrale bank te versterken. Het punt is dat de centrale bank best een wat lastige tijd achter de rug heeft. Het is van belang dat die nu nog sterker wordt, omdat een centrale bank een heel belangrijk instituut is in de maatschappij. Zoals je ook sterke rechtbanken nodig hebt en andere instituten, zo heb je ook een sterke centrale bank nodig. Op dit moment is de inflatie heel erg hoog. Prijzen stijgen enorm. Het is van belang dat die inflatie op termijn naar beneden gaat. Op dit moment zijn er ook wat zwakheden in het financiële stelsel van Suriname. Het is belangrijk dat de centrale bank als krachtige autoriteit ook helpt om die sector verder te verstevigen. En tegen die achtergrond komt dus extra samenwerking tot stand met de Nederlandse Bank. We helpen al met het verbeteren van veilingen van schatkistpapier, van termijndeposito's. Dat is een wat technische term misschien, maar dat gaat over de financiële transacties tussen banken en de centrale bank. Daar is een systeem op gang gekomen om te veel aan liquiditeiten, te veel aan geld in de maatschappij, om dat af te romen. En dat is een van de factoren die achter de nu wat hoge inflatie zitten. Dus dat is een concreet voorbeeld. Tegelijkertijd is het belangrijk op het vlak van governance dat het bestuur versterkt wordt. Daarvoor is heel erg belangrijk dat er een nieuwe bankwet komt. Er is een bankwet in concept gereed. Dus dat is een nieuwe bankwet ten opzichte van wat er vroeger was. En die bankwet zal de centrale bank onafhankelijker maken van de staat. Zal zorgen dat de bank zelfstandiger het bestuur kan laten plaatsvinden. Daarin zal ook staan dat er van een presidentieel systeem, dat wil zeggen dat ultiem de governor alles beslist, dat er overgestapt wordt op een systeem met een directie die uit meer personen bestaat en waarin gezamenlijk tot besluitvorming wordt overgegaan. Het is ook erg belangrijk dat de Raad van Commissarissen extra sterk wordt en ook onafhankelijk is van de politiek. En verder is het belangrijk dat de bank zelf een financieel solide basis heeft, zodat ze haar eigen broek op kan houden. En ook dat alle risico's die er zijn rond dit alles, dat die goed worden beheerst. Ja. Dus daar helpen we bij. Het Internationaal Monetair Fonds vindt het ook erg van belang dat de centrale bank krachtiger wordt. In de voorwaarden voor het programma, wat als het hopelijk in een afrondende fase is, zijn ook voorwaarden gesteld aan het vrijgeven van de wisselkoers, dat is gebeurd, aan het stoppen van de monetaire financiering. Dat wil zeggen het laten draaien van de bankbiljet, de pers, als de overheid geld nodig heeft. En nou ja, dat zijn voorwaarden waar inmiddels aan voldaan wordt. Maar ook als er een programma is, zullen er steeds vorderingen gemaakt moeten worden. Een van de aspecten die in de tijdslijnen staan als het gaat om dat IMF-programma is ook het introduceren van zo'n nieuwe bankwet die de centrale bank substantieel krachtiger en onafhankelijker maakt.
Gisteren ben ik op bezoek geweest bij president Santokki. Daarbij was ook aanwezig de minister van Buitenlandse Zaken, minister Ramdien. En de governor van de Centrale Bank, de heer Roemer, was erbij. En de Nederlandse ambassadeur, de heer Van der Zwan. Toen heb ik uitgelegd wat de versterkte samenwerking tussen de Nederlandse Bank en de Centrale Bank van Suriname behelst. En welke plannen er zijn om samen te werken, waardoor de centrale bank krachtiger kan worden. En de president die heeft dat toegejuicht. Voor de Surinaamse samenleving is belangrijk dat de centrale bank sterker wordt. Een sterke centrale bank is belangrijk voor het terugdringen van de inflatie. Die bedraagt nu ongeveer 60% op jaarbasis. Dus het geld wordt 60% minder waard in een jaar. Het is belangrijk dat die vermindert, die inflatie. En daar is dit belangrijk voor. Tegelijkertijd is het belangrijk voor de wisselkoers. Wisselkoersstabiliteit kan ook alleen gerealiseerd worden met een sterke centrale bank. En een derde punt wat belangrijk is, is een krachtige financiële sector. Kan ook niet zonder een krachtige centrale bank. En een krachtige financiële sector betekent onder andere dat de banken over voldoende kapitaal beschikken. En ook dat er op het vlak van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering veel gebeurt. Wat dat betreft is denk ik belangrijk het uitkomen van het NRA-rapport, National Risk Assessment-rapport, en activiteiten die ook in dat kader rond het Caribische FATF plaatsvinden, Financial Action Task Force. Daarvoor is allemaal een krachtige centrale bank een noodzakelijke voorwaarde. Er komt nu meer samenwerking op gang met de Nederlandse bank. Dat betekent dat er nauwere contacten zijn tussen de mensen hier en in Nederland. Ten dele gaat dat per videoverbinding, maar er komen ook mensen op bezoek hier om de centrale bank te helpen zichzelf te versterken. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook aan de bank zelf en de mensen die hier werken. En onder leiding van de nieuwe governor, de heer Roemer, zijn al sterke verbeteringen in gang gezet. Maar het kan verder groeien en daarvoor werken we nauw samen. Het zijn allemaal verschillende onderdelen. Ikzelf ben er nu, of zal er een jaar ongeveer mee bezig zijn, maar de verschillende onderdelen hebben verschillende duur. Dat wordt ook nog nader bepaald. Ik hoop dat dit echt allemaal bijdraagt aan een sterkere centrale bank en daarmee aan een krachtiger Surinaamse samenleving.